Dag allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe Henk Online. Koffie erbij, lekker hoor. Heerlijk. Ja, we gaan het weer hebben over de wekelijkse opdracht. En die staat nog steeds in het teken van Jan Mankes. Waar we vorige week ook mee bezig geweest zijn. Jan Mankes, 100 jaar geleden gestorven. Wat ik leuk zou vinden om toch mee te starten is een boekje van Rob Mulman. En Rob Mulman maakte in de tijd twee prachtige boekjes. En hij heeft heel recentelijk heeft hij ook nog dit mooie boekje gemaakt van In het spoor van Jan Mankes. Wat ik vorige week ook al liet zien. Ik wil graag een stukje voorlezen over een interpretatie van Peter van Poppel, die ook in dit boekje staat. Peter van Poppel schrijft: Blije intocht. De tijd was nog jong, open en geordend toen het Centraal Museum in Utrecht nog mijn museum was. En ik in stijlkamer in de dependance op de Malibaan een klein schilderij ontdekte dat me bijzonder aansprak. Naast alle treurigmakende heftigheid die toen al de kop opstak, was dit werk van een bijzondere en bijna provocerende allure in bescheidenheid. Een imploderende kracht gevat in een groot, zwart, gepolitoerde lijst. Een zelfportret uit 1909 van Jan Mankes. Dit was het eerste schilderij dat ik van hem zag en dit bleke haast doorschijnende portret liet een onuitwisbare indruk achter. Later zag ik in het gemeentemuseum Arnhem nog een werk, een bloem in een glas. En toen wist ik dat ik deze onbekende zou gaan opzoeken in de boeken en zou uitkijken naar overzichtstentoonstellingen. Voor mij is Jan Mankes de schilder van de poëzie. Als zilverige nevel aanwezig in de verf. Hij wist dat ook in zijn grafiek tot stand te brengen. Het is beslist niet gemakkelijk om tot betoverende gevoeligheid te geraken. Maar hij bereikte dit door onder andere de verflaag na droging met puimsteen op te schuren en dit telkens te herhalen tot de kern was gevonden. Onstoffelijkheid te benadrukken was in een bepaalde periode zeker zijn doel. Dit styleren was toen nog niet ongebruikelijk, maar hij trok dat heel profijtelijk naar zich toe en ging door met slijpen tot aan de ziel van het werkstuk. Dat schonk hij ons. Het ontroert mij telkens weer. Nou, dit namens Peter van Poppel, die kun je ook eens opzoeken op internet. Het is ook een fantastische schilder. En ook heel poëtisch, een prachtig werk maakt hij. Maar dit was zeg maar allemaal naar aanleiding van een boekje van Jan Mankes Binnenbeeld. En dan heb je ook nog een boekje dat heet Jan Mankes Buitenbeeld. En dat zijn boekjes die zijn tot stand gekomen vanuit Museum Mulman in Appingedam. Binnenkort, als het museum weer open mag, heeft hij ook nu een prachtige tentoonstelling over het werk van Jan Mankes met hele mooie nieuwe topstukken die hij verzamelt en die daar dan ook te zien zijn. Ja, waar gaan wij het dan toch over hebben? Ja, en dit keer wil ik graag als opdracht meegeven een verstild landschap. Ja, en dan zul je zeggen, ja, wat is dan een verstild landschap? Wat is dat nou precies? Jan Mankes die liep uren door de natuur in zijn woonplaats Eerbeek en hij zocht daar in stilte de schoonheid van wat de natuur te bieden heeft. Ja, hij legde die beelden vast in een schets en daar maakte hij schilderijen van, tekeningen. En grafiek. In
een zeer bijzondere stijl, die je maar zelden tegenkomt. Waarschijnlijk zijn er vast wel leden die ook van de stilte houden en vooral dan, bijvoorbeeld vroeg in de morgen op pad gaan. Juist dan zie je de schoonheid van een opkomende zon, de mist over een weiland, je ervaart dan de stilte op een andere. Ga er eens lekker op uit, lekker vroeg in de morgen en lekker wandelen. In onze omgeving is genoeg te beleven als het om een verstild landschap zou gaan. Ja, en dan schrijf ik ook in onze wekelijkse informatie die jullie nog moeten gaan krijgen. Daar vermeld ik dan toch ook even over hoe je te werk kunt gaan. En dat is dan deze info. Nou ja, je moet in ieder geval zorgen dus dat je tekengerei bij je hebt. Dat je een schetsboekje bij je hebt. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En dan kun je dus ja, gewoon wat je ziet en wat je ervaart kun je gaan schetsen. En dat neem je dan mee naar huis en dan probeer je gewoon bij in je thuissituatie of in je atelier probeer je daar dan ofwel een tekening van te maken of een schilderij. Of misschien dat je wel een olieverf eens zou willen schilderen. Dan mag je rustig wat langer over doen. We hebben dus nu toch tijd zat in principe. En dan, dan ben ik weer heel nieuwsgierig naar er leden zijn die dan zeggen van joh, ik ga mijn werk wat ik gemaakt heb, ga ik via een foto opsturen. Nou, inmiddels heb ik dus best wel hele leuke werken al ontvangen van verschillende leden en dat gaat allemaal heel erg goed. Ja, en dan zitten we dus toch nog steeds in een situatie waarin we niet in het atelier kunnen. Maar goed, hopelijk straks weer in september. Ja, die anderhalve meter, dat zal toch wel het nieuwe normaal worden. Oké, beste allemaal. Ik ga er weer van tussen. Ik wens jullie heel veel tekenplezier of schilderplezier. En heel veel succes met de dingen die je maakt. Oké, bedankt allemaal. En ik vond het ontzettend leuk weer even gewoon zo met jullie in contact te komen. Bedankt daarvoor. Groetjes en tot kijk weer. Dag, hoi, doei.